Haagse werkgevers willen drukte in het verkeer voorkomen. Oostelijke randweg van de Lier geopend. En controleacties Randstadrail gaan weer van start. Goeiedag, dit is Regionieuws TV van 7 oktober 2021. Het moet minder druk worden op de weg. Grote werkgevers in Den Haag roepen samen op te spreiden en te mijden om drukte in de spits te voorkomen. Nu steeds meer mensen gevaccineerd zijn tegen corona en er steeds meer mag, wordt er ook vaker gereisd. De groep werkgevers stimuleren het deels op kantoor en deels thuiswerken. Het was door corona minder druk op de weg en in het openbaar vervoer. Pieken waren er nauwelijks. De bedrijven willen er samen voor gaan zorgen dat de drukte niet terugkeert. 3, 2, 1, go! De oostelijke randweg van de Lier is geopend. Er is een jaar gewerkt aan de verbinding tussen de N222, de Westlandroute, en de N223, dat is de weg naar Delft, die de verkeersdrukte in de Lier moet verminderen. Daarnaast ontsluit de weg de nieuwe wijken Molensloot en Liermolen. Er is bij het project een nieuwe ecologische zone ingericht met onder meer 100 extra bomen. Ook is er 6500 kubieke meter extra waterberging voor de Lier aangelegd en een vleermuiskelder gemaakt. HTM, politie en het team handhaving van de gemeente Zoetermeer beginnen binnenkort weer met de gezamenlijke controleacties in tram 3 en 4. Deze grote controleacties zijn vorig jaar gestopt na de uitbraak van corona. Met de controles moet de overlast in het openbaar vervoer worden teruggedrongen en het gevoel van veiligheid voor de reizigers worden vergroot. Wie geen geldig vervoersbewijs heeft, kan rekenen op een boete. Er wordt een zero-tolerance-beleid gevoerd. U bent gewaarschuwd. Tot zover het nieuws voor vandaag. Heeft u nieuws voor ons? Laat het ons weten. Maak foto's en video's met uw smartphone van bijzondere gebeurtenissen en stuur ze naar onze redactie. Redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.